Hallo allemaal, of vind je het beter als ik goedendag zeg? Op een school in Duitsland mag je namelijk geen hallo en doei meer zeggen. De directeur vond die woorden niet fatsoenlijk. Daarom moeten alle kinderen vanaf nu goedendag en tot ziens zeggen. De leerlingen vinden dit echt belachelijk. Maar de directeur wil niet van mening veranderen. Wat vinden jullie ervan? Op onze site stond vandaag een stelling. Het is onfatsoenlijk om hallo of doei tegen een leraar te zeggen. 20% is het hiermee eens. 80%, de meerderheid dus, is het hiermee oneens. Kortom, jullie vinden het dus geen goed idee. En dan gaan we door met André Kuipers, onze astronaut in de ruimte. En we hebben contact met hem. Hallo André, hoe is het met je? Heel goed. Ja, en wat mis je nou het allermeeste? Mijn familie en eten. Zeer minder lekker. Oké, doei. Doei. Dankjewel. En tot slot het weer. Het wordt morgen 20 graden. Lekker weer om buiten te spelen dus. Dit was het. Tot morgen. Dag.